AFS is een educatieve organisatie die eigenlijk via onder andere uitwisselingen mensen meer begrip wilt opbrengen, wil doen opbrengen voor de geglobaliseerde wereld en meer wil stilstaan bij andere culturen en elkaar beter leren kennen. AFS werd opgericht na de Eerste Wereldoorlog. Tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen Amerikaanse ambulanciers vrijwillig naar de slagvelden hier zijn gekomen om slachtoffers te verzorgen. En na de Tweede Wereldoorlog is dat dan uitgegroeid tot een uitwisselingsorganisatie. AFS is meer rond de leerervaring. Dus je gaat echt ondergedompeld worden in een andere cultuur, op een jongere leeftijd, in de hoop dat je dan meer gaat stilstaan bij het concept cultuur. Voor studenten is het sowieso een trimester of een schooljaar, omdat het werkbaar moet blijven voor de scholen natuurlijk. Maar als je vrijwilligerswerk wil doen, kan je dat gaande van enkele weken tot een jaar en alles daartussen. Iedereen kan op uitwisseling met AFS. Er zijn jaarlijks ongeveer 13.000 jongeren die dat doen. Dus evenveel gastgezinnen die ook een uitwisselingservaring beleven, want wij vinden dat even belangrijk. Hè. Een gastgezin zijn is ook een interculturele ervaring. Bij ons is het zo dat wij sowieso op bezoek gaan bij de gastgezinnen voordat de student naar hier komt. Om eens een kijkje te nemen van waarom willen jullie dit doen. Is hier effectief genoeg plaats bijvoorbeeld? Is hier een bed vrij? We hebben nu 52 AFS-landen. Bij ons is het zo dat wij een systeem hebben van dat je 3 landen moet opgeven als student. En dat we dan kunnen garanderen dat je in een van die landen terechtkomt. De Verenigde Staten blijft altijd populair en het Latijns-Amerika spreekt ook nog altijd veel mensen aan omwille van de taal.